mag ik jou niet meer een slappe vaatdoek noemen als ik dat zou vinden over jou? Als straks de rechter tegen me zegt, nee meneer Veenstra, dat mag u niet zeggen. Ja, dat tornt ook wel aan de vrijheid van meningsuiting. Juiceblogger Yvonne Koldewijer moet van de rechter een video over Rachel Hazes verwijderen. En ook mag ze weduwe Hazes geen gecremeerde kroket meer noemen. Ja, dat mag ik ook niet meer zeggen. Tenminste, dat is een sommatie dat ik het woord gecremeerde kroket niet meer mag zeggen. Je hebt heel veel nadere dingen die je kan zeggen over iemand. Ik denk dat je met een gecremeerde kroket valt nog wel mee, toch? Dan denk ik, ja, moet je me daarover druk maken? Ondertussen twee keer gezegd natuurlijk, maar dat terzijde. Jennis de Mol, ambassadeur, dus net een paar dagen bent u terug uit Oekraïne. Dan kun je nog niet al het nieuws uit Nederland meekrijgen. Maar dit dan weer wel, deze kwalificatie. Ja, de gecremeerde kroket, die heb ik wel gehoord, eerlijk gezegd. En het is bijna een gevleugeld woord geworden. En waar ik wel aan zat te denken was van, ja, moet je nou wrijven in een vlek? Want daarvoor had u het waarschijnlijk. Nee, ik had het nog nooit gehoord. En met u nog velen niet gehoord. Nee. Nooit gehoord. En in mijn eigen werk heb ik natuurlijk ook wel eens dat iets negatiefs wordt gezegd over Nederland. En daar wil je op reageren. De vraag is altijd van, ja, maken we het hiermee nu erger? Of laten we dit gewoon voorbij gaan? Ja. En morgen is er iets nieuws. En het devies wat u in de mediatraining heeft gekregen? Goed nadenken voordat je gaat reageren. Want dit gaat een eigen leven leiden. En ik vrees dat dat nu is gebeurd. Ja, ja, dus eigenlijk niet wrijven in die vlek, nee. Normaal gesproken. Renzo, Rachel heeft gelijk gekregen, maar je kunt je afvragen daarmee of ze ook gewonnen heeft? Nou, ik vind, ja, sowieso, hè, wrijf niet in die vlek. Want inderdaad, nu kent iedereen het woord. En elk krant, elk radiostation, elk televisiestation heeft ook dit woord nog een keer, of deze twee woorden nog een keer in de mond genomen. Dus nu weten we het allemaal. Maar het tweede is, ja, ik vind het wel opmerkelijk. Het zou smaad zijn, zei de rechter. Ja. Maar dan wordt het wel heel interessant. Hè? Mag ik jou niet meer een slappe vaatdoek noemen als ik dat zou vinden over jou? Als straks de rechter tegen me zegt, nee meneer Veenstra, dat mag u niet zeggen. Ja, dat tornt ook wel aan de vrijheid van meningsuiting. Ja, ja, dan ga je, wanneer is iets beledigend? Ja. Wanneer wordt iets strafbaar? Ja, precies. Het voelt als een hellend vlak. Ja, en laat duidelijk zijn dat die twee woorden, gecremeerde kroket, zo heb ik het ook gezegd, mijn vrouw moest zo hard lachen, dat was voor de eerste woorden. Daar zit ook wel een soort van humor in. En toch wordt het verboden. Ja, dat is dan wel heel grappig, hoor. Ja, Tom Klein? Ja, ik moest ook lachen. Gecremeerde kroket, ik ga het ook zeggen. We hebben het allemaal een keer gezegd. Ik moest er ook om lachen, zeker. Maar tegelijkertijd, ja, ik zit hier naast de ambassadeur uit Oekraïne. En wij hebben rechters die te druk hebben en te veel onder druk staan om goede beslissingen te nemen. En ja, smaad is smaad en vrijheid van meningsuiting, dat is allemaal gezamenlijk groot goed. Maar je hebt te maken met twee partijen die gebaat zijn bij zoveel mogelijk aandacht de hele tijd. En de familie Hazes, nou ja, als er niet iets over gecremeerde kroketten is, dan zoeken ze zelf die aandacht alweer. En dat geldt voor die Juice-kanalen ook. Dus Jij vindt het eigenlijk zonde als rechters al zo druk bezet zijn. Er zijn echt zoveel belangrijkere dingen dan dit. Nou ja, de vraag is wel, want het is natuurlijk niet de eerste keer. Eerder heeft al Samantha Steenwijk vanwege de afslankpillen ook gelijk gekregen van de rechter. En je staat in je recht als jij voelt dat jouw onrecht is aangedaan, zeker. Maar nou ja, Rachel Hazes heeft zelf gezegd dat ze hoopt een voorbeeld te zijn voor anderen. Met andere woorden, als het je niet zint, stap ook naar die rechter. Dus dan krijg je precies een tegengestelde beweging. Ja, maar de vraag is of ze daar succes mee heeft gehad. Want iedereen ziet nu dat als je naar die rechter stapt, dat het kwaad alleen maar groter wordt wat jou wordt aangedaan. Kijk, en tegelijkertijd denk ik, ja, ik snap wel wat ze zegt. Laat het niet zo zijn dat elke journalist of zichzelf uitgevend als journalist alles maar mogen zeggen. Ja, daarvoor hebben we een rechtsstaat. Ja. Dus prima dat ze daarvoor naar de rechter stapt. Maar ja, het jammer is, het is nu wrijven in een vlek die alleen maar groter is geworden. En de vraag is wat het voor consequenties kan gaan hebben, breder gezien. Koldewijer heeft zelf al gezegd van ja, dit is voor mij een manier waarop ik me niet de mond laat snoeren in ieder geval. Ik ga door en ik zal de waarheid blijven brengen. Dat is Tom Klein waar jij al stekels even recht in over. Nou ja, kijk, deze zaak gaat volgens mij over smaad en over mensen die zich beledigd voelen. En dit heeft volgens mij wordt minder, waarheid dat ja, het heeft minder met journalistiek te maken. Want het is gewoon kijk, ik zei vanmorgen tegen de redacteur, als Yvonne Koldewijer het paspoort van Rachel Hazes had gevonden en bleek dat ze daadwerkelijk gemeerde kroket heet, dan is het een soort van journalistiek iets. Maar dat jij als een soort commentaar, even een slokje snap je, maar als jij in een soort voor mij in een paspoort in een commentaar iemand zo noemt en die voelt zich daarop aangesproken, dan heeft het weinig met journalistiek te maken. Was dat verbod trouwens alleen geldig voor mevrouw Koldewijer of ook voor de rest van de journalistiek? Nee, voor Koldewijer was het. Oké, okay, dus wij mogen het wel zeggen. Ja, kan je ook ik zie echt een douaneambtenaar ook voor me die een paspoort overhandigd krijgt. Nee, moet ik niet te veel bij nadenken. Ja.
Wat je ziet is eigenlijk die Jews-kanalen, daar wordt ook vaak ook door de traditionele media een beetje smuikend over gedaan. Ach ja, dat is die Jews. Veel verhalen over vreemdgaan en dergelijke. In tegenstelling tot de serieuze onderzoeksjournalisten, die in principe toch altijd met bevestiging en hoor en wederhoor pas ergens mee op de proppen komen en dat ook naar buiten brengen. Kan het gaan schuiven, denken jullie? Want er is natuurlijk wel druk om ook bepaalde programma's om wel ook in die entertainment sector te blijven scoren en nieuws naar buiten te brengen. Of kunnen misschien verhalen van getuigen minder waard gaan worden? Ik denk, als ik eerst mag, ik denk dat je journalistiek moet uitoefenen volgens de regels die voor de journalistiek gelden. Dus hoor, of dat nou in entertainment is of in weet ik veel onderzoeken in Den Haag. Het gaat erom, je hebt hoor, wederhoor, een aantal regels waar je aan moet voldoen. En dan kan je overal berichten. Ja, dat wel. Want Emma Curvers waarschuwde in de Volkskrant juist voor negatieve gevolgen voor een vermeende dader als slachtoffer, dat verhalen gewoon minder waard worden. Ook in de noem ik maar even dan de serieuzere of traditionelere journalistiek. Renzo Veenstra, dat zie jij niet? Nou, ik denk dat je die verschuiving zeker ziet in die entertainmentjournalistiek. Hè. In de tijd dat Koldewijer zo'n opmars maakte, waren ze daarbij bij programma's als Boulevard een stik jaloers op. En zag je dat ze daar ook aan het schuiven waren. Maar wat jij ook zegt, laten we alsjeblieft als journalisten gewoon serieus ons vak blijven beoefenen en checken wat we doen. En pas checken en publiceren als we het gecheckt hebben. Nee, maar extreem dat geloof belangrijk. Ik wel. Het gaat erom of je, en dat klinkt heel onaardig, maar of je een soort inflatie van slachtofferverhalen krijgt, zeg maar. Of we het nog even waardevol vinden op een gegeven moment. Dat is een moeilijke vraag. We zitten natuurlijk wel in een journalistieke tijd waarin eigenlijk alle nieuwsverhalen tegenwoordig alleen nog maar persoonlijke verhalen zijn. Het gaat niet meer om het beleid, maar het gaat om wat Tante Truus met had, wat zij voor gevolgen heeft raakt, over het beleid, hoe het haar raakt. Dus ja, misschien heb je wel een punt dat daar een inflatie komt. Want ja, dit is wat voor verhalen de journalistiek soms helaas maakt. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu.